Jongens, welkom. Vandaag zijn wij wedergekeerd in Content Veen seizoen 2. En een half. We staan hier voor het Walnut hoofdkwartier waar wij vorige aflevering veel progressie aan hebben gemaakt. En ik heb heel leuk nieuws voor jullie, jongens. We hebben post. Oorlog accepted, loser. Ik denk dat dit van Rick is, jongens. Ik denk dat ik officieel post heb gekregen van Rick. Hoofdkwartier bij Rick Force en twee boekjes achtergelaten. Laten we even beginnen met hoofdkwartier. Beste Walnut, of moet ik zeggen, walnutteloos. Dus jij durft een oorlog tegen mij te starten. Tegen de enige echte Force. Een gedurfde actieknul. Maar ik accepteer je oorlog. Mijn hoofdkwartier zal groter, sterker en mooier zijn dan jouw lelijke bouwwerk. Ik heb het nog niet gezien, maar het zal vast heel lelijk zijn, loser. En dit is gewoon gemeen. Ik stel voor om een ontmoeting te organiseren bij een van onze locaties. Graag ontvang ik van u een datum, tijd en locatie. En dan zorg ik dat ik er ben. Durf jij niet op te komen dagen, dan heb ik automatisch gewonnen. En zul je mijn onderdaan worden. Dus ik moet een datum droppen, een tijd en een plek. En dan gaat hij zeggen als ik niet durf op te dagen. Terwijl ik degene met niet op moet zetten. Met een vriendschappelijke groeten. Met de vriendschappelijke groeten. Rick Force, erfgenaam van kroonjuwelen van Voorden. Einde bericht, kijk niet verder. Maar er is nog een pagina. Hij zegt kijk niet verder, maar er is nog een pagina. Ik ga niet verder kijken. Ik ga het lekkere mysterie ook voor jullie laten, jongens. We zullen nooit weten wat er op de vijfde pagina staat. A few moments later. Jammer, loser. Abonneer op Rick Force. We hebben toch gekeken. Oké, boekje 2. 2.0. Oh ja, nu ik hier ben, klopt mijn eerste boekje heel lelijk. Max, maar hoezo klopt mijn eerste boekje heel lelijk? Dit is niet lelijk. PS, ik heb je paard verstopt. Als je een hint wil, moet je even naar de kelder. Heinrich! Nee! Wacht, is Heinrich Nee, Heinrich. Wacht, de kelder. Ik heb helemaal geen kelder. Ik heb hieronder, Wacht, hier. Heinrich? Hallo? Heinrich, waar ben je? Is dit mijn kelder? Ik weet niet of ik... Ik heb geen kelder. Waar heb je het over? Heinrich! Hij zei voor een hint moet je naar de kelder. Maar waar... Is dit mijn kelder? Hij kon hier ontsnappen. Als hij de nether in is gegaan, word ik echt boos. Heinrich, waar ben je? Hij is niet de nether in gegaan, toch? Oh, alle beesten zijn wel de nether in gegaan hier. Oh, maar Heinrich niet, toch? Heinrich? Hallo? Zie je wel dat de schapen en de varkens zijn er al doorheen gegaan? Oké, ik heb vertrouwen dat het paard er niet doorheen is gegaan. Laten we teruggaan. Heinrich, mijn jongen, waar ben je? Waar ben je? Hij zei, kijk even in de kelder. Ik heb helemaal geen kelder. Hier zit ook een gat onder, hier. Rick, als je wat met Heinrich gedaan hebt, word ik echt boos. Dan word ik echt boos. Laten we het boekje nog een keer lezen. Als je een hint wilt, moet je even naar de kelder. Waar heb je Heinrich verstopt? Het is een ontvoering. Rick, dit is je eerste oorlogsmisdaad. Ik hoorde hem. Zit hij hieronder verstopt misschien? Ik hoorde hem. Oh, Heinrich, nu snap ik de kelder. Oh, wat ben ik blij dat je een geluidje maakte. Ik hoorde net een... Of zo, weet ik wat voor geluiden paarden maken. Kom eruit. Hier, wacht. Gelukkig heb ik een zadel, dus ik kan je even... Kom, zo. Dan ga ik het gat weer dichten. Rick, jongen. En mijn hartaanval geven dat Heinrich in één keer weg is. Mijn enige echte eerste paard gewoon. Hier. Hoppakee. Zo. Dit kunnen wij niet ongestraft laten, jongens. We gaan nu naar Rick's basis toe. We gaan er nu permanent heen. Permanent. We gaan er gewoon heen. Daar is het. Huh. Hij heeft Zeiland ook al plat gemaakt. Hij is mijn basis aan het stelen. De dief. Rick. Ik hoop dat jij een dier hebt, een paard of een vark of iets die je kan stelen. En ik heb een zadel meegenomen. En je eiland ziet er in het... Hij is een beetje hetzelfde concept aan doen als ik. Ik vind het serieus wel leuk. Gewoon een eiland claimen, helemaal platwalsen en daar vervolgens een grote megabasis bouwen. Maar jouw hoofdkwartier, dat stelt niks voor, Rick. Heeft hij ook een dier of iets? Hij heeft spullen. Laten we hier kijken. Ik hoor iets. Volgens mij, is dat een koe of is dat een paard? Oh, dat is een koe. Oh, je domme koe. Wat maak je geluid van een paard? Heb je andere dieren? Je hebt varkens. En je hebt... Ja, oké, maar dat is niet echt bijzonder. Oké, dan heb ik een zadel voor niks meegenomen. Wat heb jij allemaal, Rick? Heb jij iets dat ik kan stelen? Dit kunnen wij niet ongestraft laten, jongens. Hier moeten we iets tegen doen. Ik heb een idee. Ik heb een heel goed idee. Daarvoor hebben we blokken nodig die een beetje opvallen. Deze alleen, dit zijn te weinig. Dus ik denk dat ik maar gewoon steen moet gaan gebruiken. Hier, we gebruiken wel gewoon andesite. Jij noemt jezelf Rick Force, Rick. Ik heb een betere naam voor je. Zo, Rick, denk nu nog een keer maar eens na over een paard ontvoeren, je stinkgoors. Ik weet niet waarom ik stinkgoors zo leuk vind. Veel leukere naam dan Rick Force. Het rijmt niet eens, het lijkt er niet eens op, maar... Hé, weet je, je koe gaat ook dood. Dat verdient hij. Hier, een vlees mag verdrinken in de oceaan. We hebben even een soort van kleine mini-wraak genomen, jongens. Maar voordat we echt de hele oorlog unleashen op Rick en voordat we alle trucken uit de doos halen en weet ik veel wat allemaal, moeten we natuurlijk wel eerst die afspraak even nagaan die wilt hebben. En dan moeten we even een mooie ontmoetingsplek
zien te regelen waar wij willen gaan praten met Rick over deze oorlog. En ik denk dat ik al een mooi plekje heb. Ik dacht er namelijk aan, jongens, om hier in het water tegenover mijn grote basis natuurlijk een klein vlotje te bouwen in het water, waardoor wij op soort van neutrale grond onze oorlogsvoorwaarden kunnen bespreken en weet ik veel wat allemaal. En ik mag gewoon geen voet meer zetten op mijn eiland. Maar daarvoor heb ik wel wat leuke bouwblokken nodig, namelijk wat kampvuurtjes en wat spruishout. Oh ja, ik heb die grote boom hier trouwens weggehaald, jongens. En dat hout, kijk, dat heb ik hier nu. Dus we hebben in ieder geval spruishout hebben, want vorige aflevering stond hier ineens heel random een grote boom. Kijk, je hebt hier nog het potzolder van. En ik heb kampvuurtjes nodig, maar dat kunnen we allemaal gewoon regelen natuurlijk. Kampvuurtjes ga ik denk ik van dit hout maken. Dan heb ik deze nodig en dan kunnen we zo met... Oh, hoe maak je dat ook alweer? Volgens mij zoals dit. Nee. Oh, wacht. Dat doe je met hout zoals dit. Kijk, dat doe je hier, doe je dit hout. Hier doe je zo. Zo ongeveer. En dan kool in het midden. Ja, kijk, dan hebben we heel veel kampvuurtjes al. Kunnen we er nog meer maken? Hoppakee. Hebben we genoeg? Dan hebben we wat normaal spruis hout nodig voor dingen zoals trapdoors en andere items. Ik zie slabs zelf ook gewoon. Maar eerst even de trapdoors maken. Wat slabs. En tot slot wat stairs ook erbij. Laten we even een leuk vlot maken. Ongeveer hier gaat het worden. Dus dan kunnen we kampvuurtje plaatsen. Ah, wacht eens even. Hij moet op deze hoogte. Het regent! Kijk, het leuke is als je dan daaronder een trapdoor plaatst. Dan is het net alsof je in het echt daadwerkelijk op het water... Kijk, nu ligt het op het water daadwerkelijk. Hier moet je dit zien. Dit ziet er toch goed uit. Laten we even de vorm een beetje creëren. Ik denk dat hij zo wel groot genoeg is. Nou, mag nog wel even wat groter. Nog twee blokjes breder. Dan plaatsen we de kamp... Ah, die moeten natuurlijk uit. De kampvuurtjes erop. Een beetje zo om en om, volgens mij. Is dat wel leuk. Laten we even kijken als ik ze uitzet. Ja, hier, om en om is wel leuk. Enige kutte is dat... Het enige vervelende is dat die dingen de hele tijd aanstaan, dat vuur. Dus dat moeten we altijd ook eens uitklikken. En ik vraag me af of ik genoeg kampvuurtjes heb als ik het zo zie. Oh, maar dit gaat er wel leuk uitzien als een vlot, jongens, dit. En ik weet zeker nu dat we kampvuurtjes tekort komen. En behoorlijk wat ook. Ah, behoorlijk wat. Het op zich valt wel mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kampvuurtjes komen tekort. Laten we die gelijk heel eventjes maken. En dan kunnen we daarna... Nou, trouwens, dat is niet nodig. Wat... Oh, dat is niet nodig, jongens. Ik heb dingen zoals barrels, kisten en signs nodig. Oké, dan gaan we naar het vlot toe. Ik ga namelijk wat van die kampvuurtjes vervangen voor details. En dan komen de kampvuurtjes vrij om aan die andere kant te plaatsen. Kijk, sowieso moet ik een stoel hebben. Hier komt een stoel. Zo, en hier komt een stoel. Kijk, dit zijn de stoelen waar Rick en ik op gaan zitten. Nou, trouwens, die moeten iets hoger. Die gaan op barrels gaan die staan, zo. En dan hier komen onze stoelen. Dan onze signs erop, zoals dit. Dit zijn de overlegstoelen. Dit tafeltje in het midden komt er zo uit te zien. Kijk, zo tafeltje in het midden. Gooien we hier een paar detailblokken. Gewoon een een boekenkastje. Een kistje. Trapdoortje erop. Trapdoortje hier op de grond. Kijk, er zijn er al genoeg nieuwe vrijgekomen om die hier te plaatsen. Precies genoeg ook. Alleen ja, ik ga het uiteindelijk toch over hebben, want er moeten nog meer details in. Zoals hier komt een furnace bijvoorbeeld. Die heb ik ook gemaakt. Twee cells. De trapdoor erop. Dan hebben we nog signs over om af en toe een random sign aan de zijkant te plaatsen. Voor extra details. Zo, hier nog een furnace. Met de trapdoor er tegenaan. Ja, dit is leuk, jongens. We hebben een soort overlegvlot gemaakt hier. Nog even een paar extra details op de grond hier en daar gooien. En dan is het wel mooi. Het vlot is gecreëerd. Nu kunnen we hier zitten. En dan verwachten we tot Rick natuurlijk hier is. Enige is, hij is nu niet online, Rick. Dus ik denk dat ik hem maar even een datum en tijd moet gaan doorsturen. En dan hopen dat hij dan af kan spreken. Want als hij niet opkomt dagen, dan is geld hetzelfde, hè, jongens. Dan heb ik de oorlog gewonnen. Hé, hey, er heeft iemand daar achter me. Iemand is daar even open bouwen. Mensen hebben mijn omgeving al gevonden. Dus ze hebben gewoon random kijkers zijn hier gaan bouwen. Wat het mooie is, jongens, jij kan net zoals dat, kan jij gewoon gaan bouwen waar je wilt. Behalve natuurlijk in mijn omgeving hier. Maar jij kan ook deze server joinen met... Bam! Dit IP, play.com.veen.nl. Speel je nou Bedrock, dan kan je 26006 als poort gebruiken. Maar jij kan gewoon gezellig meespelen. Laat even in de reacties weten als jij meespeelt op deze microserver. Kijk, dit ziet er prima uit, jongens. Een klein vlot hebben we daar gebouwd waar we de oorlog kunnen bespreken. Heel stom eigenlijk. Oké, nu dat is gedaan, wil ik voordat we nog met Rick gaan praten, want dat wordt ergens denk ik later op de dag pas, wil ik even wat progressie gaan maken aan onze megabasis hier. Het Walnut hoofdkwartier, jongens. Het is natuurlijk vorige aflevering al een beetje uit de grond gestegen, maar vandaag gaan we proberen veel meer te doen. En laten we beginnen met iets waar ik even over na heb gedacht en definitief heb besloten. Deze kant hier wil ik weghalen en wil ik opnieuw gaan doen, want ik ben het niet eens met de vorm. Als ik dit zo zie, hier zie ik het niet echt voor me hoe ik het wil doen. Daarentegen, die kant, vind ik het perfect. Ik weet precies hoe ik dat wil gaan doen. Maar dit hier, ik wil het vanaf ongeveer dit randje weghalen en helemaal opnieuw gaan bedenken. Alleen letterlijk dit hoekje hier.
Dus laten we de blokken even weghalen. En dan ben ik benieuwd wat ik ervan ga maken. Oké, oeh, ik schrik me helemaal kapot. Oké, jongens, de ding is weggehaald. Het vormpje dat ik hier gemaakt heb. En ik zit even te denken, hoe willen we het dan gaan doen? Want ik vond het vormpje een beetje te gek, te raar, weet je? Het was te krap allemaal. En ik had wel misschien een leuk idee hoe we dit konden gaan doen hier. Maar dat betekent dat het wel wat vierkant... Het blijft vierkant... Oh, ik heb een goed idee. Ja, ik heb een heel goed idee. Kijk, wat we gaan doen. We gaan hem zo gaan we hem maken. Dan wordt hij alsnog wordt hij vierkant. In principe een beetje dezelfde vorm, maar dan wat minder bochelig. Ja, dat klopt. Ik gebruikte het woord bochelig. Dan maken we hem driehoog. Komt er geen ingang meer aan deze kant. De ingang is dan echt alleen aan die andere kant daar. Helemaal tot hier. Doen we dit op deze manier zo. Gewoon een klein vierkant randje eromheen. Oh, ik kom net die blokken tekort. Wacht, ik heb daar sowieso nog meer liggen. Ja, ik heb nog meer. Top. Hoppakee. Even kijken hoe dit er nu van een afstandje uitziet. Oké, dit ziet er al meer, hoe noem je dat? Iets georganiseerder ziet het eruit vergeleken met hoe het er eerst uitzag. En dan hier gaat hij ook helemaal tot de bovenkant. En dan op het hoekje denk ik niet. Want wat ik hier wil gaan doen, jongens... Ik ga het jullie laten zien gelijk. Ik denk dat ik hier een soort grote glazen muur wil maken. Dat je heel groot naar binnen kan kijken, weet je? Maar dan heeft hij wel een mooie vorm. Het moet niet zomaar een vierkante glazen muur zijn. Even denken. Ik denk dat ik hem namelijk een beetje zo wil gaan doen. Dan 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Een soort van... rond vormpje moet het gaan krijgen. Heel gek hoor, wat ik misschien aan doe. En ik denk, met heel gek bedoel ik ook echt heel gek volgens mij. Maar ik denk dat dit serieus nog wel eens wat kan worden. Ja, ik zie het voor me. Ik zie het zeker voor me. Dit gaat serieus heel cool worden. Dit gaat echt amazing worden. Dan sluiten we dit helemaal aan de andere kant. Nee, ik heb iets verkeerd gedaan. Het komt niet uit. Oh, wat stom. Oh, dat meen je. Dat is zo irritant. Als je het bouwen net niet uitkomt. En je er helemaal weghalen, vallen alle blokjes weer op de grond. Poging 2. Als ik weer niet uitkom, word ik echt boos. Ja, nu komen we tenminste wel uit, jongens. Oké, dan hebben we dit vormpje gemaakt. Dan vraag ik me af. Wil ik dat onderkant die nu helemaal gevuld is met glas? Of wil ik juist dat dit een soort van overkapping is? Ik zit even te denken. Glas? Of dat het juist, zeg maar, overkapt? Als in dat dit dan niks is, weet je? Dat dit leeg blijft. Ik denk dat ik dit wel van glas wil hebben. En gelukkig... Oh, laten we die blok even pakken voordat ze die spannen. Laten wij nou eens gewoon toevallig heel veel zand hebben. Laten we dat gewoon vast omsmelten naar glas. Dan kunnen we dat in ieder geval op gaan vullen wanneer we willen. Kijk, hier heb ik nog behoorlijk wat zand liggen. En ik heb echt veel nodig. Nou, trouwens zo... Ja, wel heel veel. We gaan namelijk naar paints doen. En ik wil het wel het liefst een kleurtje hebben. Ik wil het niet zomaar doorzichtig glas hebben. Waar zijn mijn furnaces nou? Heb ik die gewoon in de kist gedaan? Oh, wat, die heb ik natuurlijk gebruikt voor detailwerk daar. Pff, ik heb mijn furnaces gewoon verspild. Maar we hebben genoeg, jongens. Geen zorgen. Hoppakee. Zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We hebben kool genoeg. Dat gaan we even verspreiden. Doen we overal het zand in. Gaan we allemaal lekker omsmelten. Ik heb gewoon precies genoeg zand gepakt. Het komt echt... Het komt perfect uit. Goed, terwijl we dat omsmelten... gaan wij even kijken of wij vast hier... de witte blokken ook omhoog kunnen brengen. Dat ongeveer tot dat niveau zitten. Ah, mijn witte blokken zijn op. Dat meen je. Heb ik zo weinig? Man. Dan moet ik... Oh, ja, oké. Dit kunnen we doen. Alleen, het zijn wel allemaal blokken zo goed als op om dit te gebruiken. Hier, kijk, we kunnen nog heel veel van dit maken. Alleen moeten we naar ons stationnetje om het om te toveren. Alright. Ik heb alles omgetoverd naar dingen. Maar volgens mij... Ik hoor iemand een trident op mij schieten. Waar komt dat vandaan? Het komt daar vandaan. Hallo? Is hier een... Oh, je bent een baby! Ah, ik word aangevallen door een baby! Gedood! Oh! Oeh, misschien dropt hij... Oh mijn god, die dingen zijn zo sterk. Oh, die dingen zijn sterk. Oh, niet doen, niet doen. Ik wil niet vermoord worden door een baby. Oh my days. Oh. Heeft hij hem gedropt? Heeft hij hem gedropt? Hij heeft hem niet gedropt, hè? Jammer. De kans dat dat ding gedropt wordt is altijd zo klein, die trident. Maar ik ben aangevallen door een baby. Kijk hoeveel die op me geschoten heeft al die tijd. Ik had het gewoon niet door. Ik hoorde het wel, maar hij miste de hele tijd. Oh mijn god, jongen. Oké, maar gelukkig zijn we klaar. Hebben we alle concrete blokken omgetoverd. Kunnen we gelijk weer verder. Oh, wacht. Ik was hier trouwens nog helemaal niet klaar. Ik was dit aan het opvullen, maar ik besef me. Ik wilde hier nog meer doen. Ik had namelijk het idee dat het misschien wel leuk kon zijn om het, zeg maar... een beetje soort van synchroon te maken. Alleen moet ik even uitvogelen hoe ik dat wil gaan doen. Oké, even kijken. Hoe ziet dit eruit wat ik nu heb gemaakt? Dit is namelijk het idee dat ik heb. En boom! Oh, ja. En dan daartussenin komt glas, jongens. Ik heb alleen niet helemaal het gevoel dat ik het goed heb gedaan. Er klopt iets niet. Voor mijn gevoel. Voor mijn gevoel heb ik iets fout gedaan.
Kan het ook een beetje, dit is denk ik beter. En wat we dan nog als extra detail gaan doen, jongens, is aan de binnenkant nog zo een laagje van dit grijze doen. Dat geeft het volgens mij net nog wat meer diepte. Ja, ik ben het er op zich wel mee eens. Alleen wordt het daar behoorlijk krap, zie ik nu. Dus ik denk dat ik hem iets lager moet gaan maken dan dit. Want dit wordt een beetje te krap of zo. Als jullie af en toe geen idee hebben wat ik allemaal aan het zeggen ben, jongens, ik af en toe ook niet. Het is een beetje, altijd een beetje aankijken en aanklooien of het allemaal wel lukt wat ik doe. Maar dat is bouwen in Minecraft, hè. En ik vind het altijd leuk om gewoon niks voor te bereiden, gewoon te gaan en we zien wel of het wat wordt. Dat is een beetje mijn favoriete manier van bouwen in Minecraft. Kijk, dit ziet er al beter uit, weet je. En imagine daar dan mooi glas tussen. Ik denk dat we dan wel wat leuks hebben. Oké, laten we het nu even symmetrisch maken en netjes afwerken, dat het er niet meer zo raar uitziet. En dan denk ik dat tegen die tijd ons glas wel zo goed als gesmolten is. Want dat hoop ik. Dat hoop ik enorm. Oké, ik denk dat ik er klaar mee ben met hoe ik het wil hebben, met het design. En dan hoeft er alleen nog maar mooi glas in te komen en zo. Maar laten we even van een afstandje kijken. Ik denk dat het wel heel cool kan zijn, hoor. Het is heel futuristisch. Maar dat is een beetje ook de stijl die ik natuurlijk mee aan het bouwen. Maar kijk dit. Dit is cool, jongens. Die moeten dit gewoon hieronder nog heel even vergeten. Want dit gaat natuurlijk ook allemaal mooi afgesloten worden en zo. En het gaat er uiteindelijk mooi uitzien. Maar dit vind ik gaaf. Dit vind ik echt heel cool. Daarboven wordt het natuurlijk ook allemaal wit. Dit is toch een gaaf design. Het slaat helemaal nergens op waarom het er zo uitziet. Maar dat is zo cool eraan. Althans, dat vind ik zo cool eraan. Oké, het glas is allemaal gesmolten. Helemaal prima. Het ding is, ik wil het niet zomaar deze kleur hebben. Het liefst wil ik het cyan. Ik weet niet hoe dat heet precies. Hebben. En dan moet je dat volgens mij combineren door blauw samen met groen te pakken. En ik heb hier blauwe dye. Dus dat is helemaal prima. En ik kan groene dye maken hier. Laten we even één cactus omsmelten om het te testen. Dan moet ik eigenlijk die andere moet ik gaan farmen. Nou, komt die green dye. Als je die combineert, krijg je inderdaad de kleur die ik nodig heb. Deze. En dan zou je kunnen zeggen, je doet zo. En dan die in het midden. Dan krijg je 8 van het glas dat ik nodig heb. Dit is namelijk heel mooi glas. In principe valt het dus zo mee hoeveel ik nodig heb. Want kijk, ik heb nu al 32 van het kleur dat ik wil. Van de kleur die ik wil. Kijk, als we dit namelijk zo, als dit helemaal opvullen, denk ik dat het er heel mooi uit gaat zien. Dus het valt echt wel mee hoeveel cactus we nodig gaan hebben. Ik denk dat we niet eens een farm nodig hebben. Ik denk dat we gewoon telkens wel een bezoekje naar de woestijn kunnen brengen om daar gewoon heel veel cactus te slopen. En zo'n lapis lazuli kunnen we uiteindelijk ook wel makkelijk vinden in mines. Oh ja, dit is mooi. Ja, dat gaat. Oh, dit gaat mooi. Ik wil het gelijk fixen. Ik wil het glas er nog deze aflevering in hebben. Op naar de woestijn! Oké, aangekomen in de woestijn en ik zie gelijk al wat cactussen die we kunnen gaan slopen. Oeh, er is zelfs een village daar. Misschien dat we die even kunnen looten. Maar laten we eerst de cactussen even slopen. Want daar hebben we namelijk heel veel groene dye kunnen we hier uithalen. En dan kunnen we daar natuurlijk heel makkelijk weer... Iemand heeft hier blokjes gedropt. Er is hier al iemand geweest. Maar dan kunnen we heel makkelijk gewoon onze kleurtjes regelen. Ons glas. Want ik denk als jullie het glas erin zien, stel je bent nog niet helemaal overtuigd van het design. Ik denk als je het glas erin ziet dat je dan al meer snapt en dat je denkt misschien van ja weet je, dit kan wel heel cool worden. Ik heb mijn idee van de basis namelijk van een buitenlandse YouTuber, van een Engels, nou en ja volgens mij is hij Engels. Een Engelse YouTuber genaamd Grian, die heeft ooit in zijn Hermitcraft serie, in seizoen 6 volgens mij, een soort ook oorlogsbasis gemaakt. En die was een beetje in deze stijl waar ik mee bezig ben. Dus als je misschien herkende van dat, ja inderdaad, daar is hij van geïnspireerd. Alleen natuurlijk ga ik hem helemaal gewoon maken zoals ik hem wil en is het totaal niet hetzelfde gebouw. Dat zou natuurlijk stom zijn als ik gewoon andermans gebouw nabouw. Maar het was gewoon die stijl, die sprak mij toen echt 2 à 3 jaar geleden heel erg aan. En ik dacht, weet je, ik wil ooit een keer ook zo'n soort basis bouwen. Heel futuristisch, heel erg met witte concrete, blauw glas en dan donkere concrete hier doorheen en zo. En ik vind het echt geweldig om in die stijl te werken. Oké, laten we gewoon echt zoveel mogelijk cactussen slopen. Ik wou zeggen van, ik kan wel gewoon nu al teruggaan, maar ik blijf ze tegenkomen. Dus ik kan ze net zo goed slopen. Misschien dat we toch een klein farmpje kunnen maken bij mij in de basis ergens. Klein cactusfarmpje, dat kan geen kwaad. Hier nemen we gelijk even wat zand mee. Nou, dit zou wel genoeg zijn waar we ze op kunnen plaatsen. Hey, een pilletje toren. Die zou denk ik ook wel geloot zijn inmiddels. Of niet? Is het al geloot? Oh, dit is nog niet geloot. Ik weet niet of ik hier dit wil. Ah, wil ik dit doen? Oh, dit gaat sowieso fout. Hier ga ik. Oh, mijn god. Ellie's, jullie zijn vrij, jongens. Jullie zijn vrij. Ontsnap. Ontsnap. Ik laat jullie los in de vrije grote wereld. Ontsnap en doe wat jullie willen. Wees vrij. Weet je, ik wil cactussen. Hier. Ik wil een cactus. Ik weet niet hoe een LA werkt. Ik wil cactussen. Hier. Geef mij, zoek cactussen voor mij. En jij ook. Ik weet niet, ik heb nog nooit LA's of LA dingen gebruikt, jongens. Ik heb deze letterlijk nog nooit in mijn hele... Oh, dit is iemands land. Ik ben iemands LA's aan het stelen. Gewijden zie ik nu. Dat spijt me. Ik weet niet hoe LA's, LA. Ik weet niet eens hoe je dat uitspreekt.
Ik weet niet hoe die dingen werken, jongens. Ik heb dat nog nooit in Minecraft gebruikt. Misschien gaat hij nu wel cactussen voor me zoeken. Ik weet het niet. Nou, LA's dingen. Sorry dat ik gewijde. Ik was hier. Als je problemen mee hebt. Het spijt me enorm. Ik zal ze ooit terugbrengen. Oké, laten we dan heel even snel een klein cactusfarmpje bouwen. Heel simpel. We gaan niks automatisch doen. We gaan het gewoon eventjes zoals dit doen. Puur zodat ik voor mijn glas wat extra cactussen heb. Zo, meer dan dit hoef ik niet te hebben. Want we kunnen dit gewoon opvullen. En de andere cactussen wil ik gelijk gaan gebruiken om dye uit te halen. Dus zo, dit gaat vanzelf wel groeien. Dan laten we dit even omsmelten. En terwijl dit aan het smelten is, kunnen wij even op zoek gaan naar wat nieuwe lapjes lazuli. Want ik denk dat 8 blue dye niet genoeg gaat zijn. Althans, daar twijfel ik over. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ja, het kan misschien wel genoeg zijn, maar nogmaals, ik twijfel daarover. Hier, cyan. Doen we zo. Dan hebben wij... Op zich, moet je zien hoe snel dat gaat. Kijk hoe snel dat gaat met die blokken. Misschien dat we voor nu nog wel heel even genoeg hebben. Ik denk het serieus. Ik denk, we komen nu zelfs gewoon inderdaad alleen nog maar lapis lazuli tekort voor blauwe dye. Ja, dit is genoeg glas. Sowieso genoeg glas om het op te vullen. En dan ben ik zo benieuwd naar het resultaat, hè, jongens. Ik denk dat ik hier inderdaad wel genoeg aan heb. Ik heb nu dit hele vak hier al opgevuld. En als ik het zo zie, misschien kom ik net aan tekort. Maar ik denk dat ik het wel red. Ik denk niet dat ik het ga redden, jongens. Het is bijna... Oh, wat doe ik nou? Het is bijna opgevuld. Maar ik heb nog maar heel weinig en ik moet dit hier nog helemaal opvullen. Nee! Ik val! Oh, wat irritant. En ik kan natuurlijk niet omhoog. Oh, dan moet ik omhoog bouwen. Man, ik kom inderdaad tekort. Gewoon niet genoeg glas. Of althans, niet genoeg gekleurd glas. Ik dacht dat ik echt genoeg zou hebben. Ik had zoveel. Je nagaan hoeveel het uiteindelijk gaat kosten. Maar hoe ziet dit eruit? Dit gaat er sowieso leuk uit. Ja, dit ziet er leuk uit. Dit vind ik er echt heel leuk uitzien. Alleen ja, dat gaat echt... Nee, dat gaan we niet meer doen. Ik wou zeggen, misschien dat hier ook nog een klein bochtje in had mogen zitten. Maar dat gaat me te veel werk kosten. Ik denk, de andere kant zit de bocht in. Deze muur is vlak. Dit is gewoon een platte muur. Daar gaan we mee akkoord. En die andere kant, daar gaat een ronding in zitten. Anders hebben we aan twee kanten een ronding. En dat willen we niet. Ik vind dit, vind ik amazing. Ik vind dit er geweldig uitzien. Dat glas daarboven ook nog even opgevuld is. Hierboven komt ook natuurlijk nog wit. Jongens, dit gaat er goed uitzien hoor. Het wandelend hoofdkwartier krijgt langzaam vorm. Het krijgt langzaam gewoon een vorm die leuk wordt. Laten we even wat lapjes lazuli bij elkaar toveren. Even gewoon kijken of we dat in de mines kunnen regelen. Of misschien ergens bloemetjes met blauwe dye. Dat kan ook natuurlijk. En dan kunnen we daarna het glas even opvullen. A few moments later. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat al mijn cactussen zijn volgroeid, jongens. Ik ben serieus heel benieuwd hoe lang dat gaat duren. Hier, we hebben weer meer dan genoeg glas inmiddels. Is er überhaupt al... Er is nog steeds niks gegroeid. Dan moet ik helemaal omhoog bouwen. Oh, wat irritant. Oh, dat is echt heel vervelend. Wacht, we kunnen het verminderen door gewoon hier een beetje omhoog te parcouren. Maar evengoed moeten we een beetje omhoog bouwen. En het is opgevuld. Hoppakee, dan kunnen we dit weer weghalen. Ik ben helemaal tevreden met het resultaat, jongens. Het wandelend hoofdkwartier begint langzaam op gang te komen. De oorlog is bijna begonnen. We moeten natuurlijk nog heel even het gesprek met Rick houden daar. Maar ik denk dat wij wel een grote voorsprong hebben als wij zijn eiland gezien hebben natuurlijk deze aflevering. Bij hem staat er alleen stinkgoors. En bij mij staat er al bijna een prachtig grote basis hier. Klaar om oorlog te voeren. Dan moet ik zeggen, er moet nog wel heel veel gebeuren. Maar in de volgende aflevering gaan we dus dat gesprek houden. Ik dacht waarschijnlijk dat het deze aflevering gaat worden. Maar ik denk dat dat pas veel later op deze dag gaat zijn. En dat wordt dan een nieuwe aflevering voor jullie. Voor mij is het dezelfde dag, voor jullie is het een andere dag. Dus voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Als je dat niet doet, dan kom ik je echt opzoeken en heb je een probleem. En vergeet zeker ook even niet gezellig deze Minecraft server te joinen. Het IP, die staat in de beschrijving of het staat in de reacties. Moet je zelf maar even kijken. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je deze nou nog niet gezien, dan moet je hem zeker even kijken. Dan snap je wat meer over wat er allemaal gaande is in deze serie gewoon. En nu spreek ik later, glaasje water, tot de volgende keer.